terug bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we iets super vets doen. We gaan lekker Minecraft spelen, dus blijf lekker kijken. Yo, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder op dit kanaal. Ik zal het super erg waarderen. En vandaag is het zondag. Ja, dus het is eerste paasdag. Jongens, maak er een leuke dag van. En geniet van Pasen, jongens. Leuk en gezellig. Genieten en leuk. Eens even kijken. Ik ga als eerst even beginnen met een daily key leveren. Want die heb ik voor vandaag weer. Gisteren had ik die niet. En morgen heb ik hem waarschijnlijk ook niet, omdat ik dit al zeg maar voor het weekend opneem voor jullie. En ja, we krijgen geld. Dus dan had ik liever die 2000 euro gehad. We krijgen 1000 euro zoals je ziet. Ik heb al 63.400 euro. Dus dat is wel lekker. Vandaag heb ik ook weer een bordje, dus we gaan even meteen een bordje inzetten. En een comment is geplaatst door Meersa17. En die zei, maak een escape room of andere leuke minigames. Nou, dat vond ik in principe wel een hele leuke comment. Dus ik ga jou lekker op de muur zetten. Huppakai. Zo. Zonder hoofdletters. Want ik schrijf gewoon letterlijk hoe de YouTube naam er ook staat. Zo. Nou, superleuk jongen. Wil je nou ook op de Wall of Fame komen? Laat dan iets leuks weten. Een comment, een reactie. Iets wat ik kan bouwen. Een grap, een mop. Noem maar op. En misschien krijg jij wel die diamond spot. Dus dat is wel echt heel erg vet. Nou, laten we meteen gaan beginnen. Dus ik wil wel eerst even kijken waar ik hem wil gaan bouwen. Ik denk hier. Want hier is een heel groot open stuk. Dus hier kunnen we hem best wel mooi gaan maken. En ja, laten we dan eerst even wat slabs gaan pakken. Zodat we gewoon lekker kunnen bouwen. Ik heb ook even dit hoofdje hier neergezet. Leuk. Ziet er leuk uit. Ziet er leuk en sick. Slabs. En zoals je ziet, ons hout is de laatste tijd echt heel matig. Steeds. Nu heb ik wel lekker veel. Dus hier ga ik ook even mijn A bouwen. Dus dat gaan we even doen. Dit heeft Trom gedaan. Het ziet er echt super goed uit. Joh, moet je kijken. Het lijkt net of het helemaal begroeid is, joh. Leuk. En oh ja, dat wil ik vandaag ook even doen. Al die dingen farmen. Zodat ik niet deze, zeg maar. Want hier krijg ik kan geen hoofdjes grinden. Maar gewoon de, hoe heet het? Of wil ik hem wel hier gaan bouwen trouwens? I don't know. Ik heb letterlijk wel geen idee waar ik hem eigenlijk moet gaan maken. Maar ja, ik wil vandaag even naar het volgende level gaan, zodat ik niet meer bij Guardians ben. Ik ben nu dus bij deze en ik wil graag bij die komen, zodat ik deze farm ook eindelijk een keertje kan gebruiken. Oh wacht, misschien wil ik hem wel hier achter bouwen. Misschien is dat wel een goede spot. Ik denk dat dit best wel een hele goede spot is. Zo, ik zie dat de farm ook weer leeg is. Die moet weer even aangevuld worden. Zo, hoppakee. Ja, nu wil ik toch langs lopen. Ik kan hem net zo goed gewoon even aanvullen. Zo. Ik haal ook elke aflevering opnieuw de achievement. Vind ik ook wel mooi. En trouwens, de wortelfarm heb ik gewoon nog steeds niet gereplant. Moet je nou kijken, joh. Had ik helemaal geen zin in om hem nog te replanten, joh. Kijk, weet je wat het is? Het is allemaal wel fijn dat je gewoon gratis steeds 3000 euro krijgt of zo. Maar ja, weet je. Toch zoveel geld, joh. Boeien. Boeien. Zo, eens even kijken. Nou, laten we eens even kijken wat we kunnen aanbouwen. Dus we gaan hier gewoon lekker verder. Ja, en ik heb echt geen idee wat ik eigenlijk wil neerzetten, hè. Maar ja, ik wil dus iets van een doolhof of iets van een escape room maken. Maar ja, ik weet niet. Ja, jullie kijken toch al allemaal deze video. Dus ja, jullie weten toch al hoe doolhof uitloopt. Dus eigenlijk weet ik niet eens wat ik aan het bouwen ben, joh. Ik ga denk gewoon zo meteen lekker heads grinden. En dan, dus ja, ik ga wel een klein beginnetje maken. Maar ik denk, elke doolhof ga ik gewoon off-screen maken. Dus buiten de opnames om. Want anders weten jullie de uitkomst al. Dus voor nu ga ik dit nog eventjes lekker doen. Zo, hoppakee. En ja, dan kunnen jullie gewoon lekker deze minigame komen spelen. Jullie kunnen natuurlijk ook lekker komen kijken daarboven in die warp. Daarboven. Kijk, dat is een warp. Warp jullie al nogmaals. Jongens, volg me ook zeker even op Instagram. Zou ik super erg waarderen. En zo. Maar in ieder geval, je kan me dus, als je wil kijken, dan kan je dus bij die warp gaan kijken. Daardoor hebben we niet echt last van kijkers op het eiland, zeg maar. Want er waren best wel veel kijkers steeds. En het is natuurlijk wel gezellig, maar soms gaan ze gewoon recht in je beeld staan. Oh, ik heb nog stekjes hier. Ik viel bijna naar beneden. Zo, nou. Ik weet niet hoe groot ik het labyrinth wil gaan maken, maar dat zie ik vanzelf wel. Ik ga in ieder geval lekker uitbouwen. En dan gaan we gewoon lekker kijken hoe groot we het gaan maken. Maar ik ga sowieso een klein beginnetje maken deze aflevering. Maar ik ga hem nog niet helemaal afmaken. Ik ga ook niet laten zien waar de waar de uitgang is. Maar anders weten jullie het allemaal. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè. Zo. Dit. Zo. Hup, hup, hup. Oh ja, dit waren eigenlijk alle slabs. Al laat ik nog even een paar slabs gaan halen. Weet je, ik ga voor nu gewoon even lekker het hoe heet het doen? Het uitbouwen, zeg maar, waar die kan komen.
Want ik heb ook echt geen idee hoe ik dat helemaal in elkaar moet gaan zetten, joh. Zo'n ding. Even kijken, hebben we nog spul? We hebben hier nog wel wat, maar dat is niet genoeg. Ik denk dat ik even een nieuw stekje moet omfarmen. Dus laten we dat eigenlijk even doen, hè. Zo, en dat zijn er toch weer vier planks erbij. Even kijken. Zo, en dan hebben we precies, hup, boom. Dat is al genoeg, dat is echt heel veel. Zo, ja, hij wordt in ieder geval lekker groot. Daar kun je in ieder geval van uitgaan. Waar ik ook over na zit te denken is om deze, om dit Elytra parcours weg te halen. Weet je wat het is? Het staat alleen maar in de weg, het ziet er lelijk uit en het is gewoon echt helemaal niks, joh. We gebruiken het nooit. Mijn Elytra is al een hele tijd stuk en op een of andere manier heb ik gewoon geen zin om hem te repairen. En ja, ik weet niet, ik gebruik hem niet echt ofzo. Ik heb hem ook niet echt nodig. Het is wel chill hoor, dat je gewoon overal snel naartoe kan vliegen. Maar ja, je kan ook gewoon even een stukje lopen en dan ben je er ook, weet je. Zo makkelijk gaat al en anders niks, hè. Zo, gaan we nog even drie uitbouwen. Hoppakee. Ja, dit begint dus wel. Dit gaat dus echt heel erg vet worden. Zo. Boom, boom, boom. In de tussentijd kunnen jullie natuurlijk een duimpje omhoog doen. Dat zou ik super erg waarderen. En ik zal het ook even waarderen. Al zou je even willen abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Help me zeker even naar de 400 abonnees, joh. Dat zal leuk zijn. Al halen we dat dit of deze Pasen. Dat zal leuk zijn. Al halen we bij Pasen gewoon de 400. Dat zal sick zijn. Zo, er zit een klein beetje lag op de server, merk ik. Want ik pak heel laat pak ik spullen pas op. Dus ja, ik moet hem sowieso ook hier nog gaan uitbreiden. Maar hier ook, kijk. Kijk dit. Oh, ik loop echt als een ezel hier. Of zo. Zagen jullie dat zo? Echt geniaal. Dus even kijken, nog genoeg drie. Ik moet hem sowieso breder maken. Want als dit het labyrinth is, dat is niet groot. Dus hij moet ook nog helemaal hierheen. Hierachter wil ik hem zeg maar helemaal dit stuk laten lopen. Dus dat kunnen we sowieso deze aflevering niet doen. Maar we kunnen wel een heel eind al komen met het uitbouwen van dit spul. Hoppakee, boom, 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 boom. Oh, dat was het alweer. Geen idee hoeveel ik nog heb. Volgens mij heb ik echt hele inventory nog vol met spul zitten. Boom, 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 boom. Zo, en hoppakee. Nou ga ik gewoon eventjes hier aanbouwen. Hop, 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 hop. Ik ga zometeen ook even een bordje daar neerzetten aan het begin, zodat dat de medespeler van dit eiland ook weet wat ik hiermee wil gaan doen. Maar ja, dit is dus wel echt een gouden comment. Dus dat is wel mooi en nice. En ja, het uitbreiden gaat wel steeds sneller. Ik merk dat ik steeds sneller word in het klikken. Dus dat is wel goed. Ik misplaats wel een heleboel steeds. Dat komt omdat ik het al een hele tijd geleden pas weer heb gedaan. Kijk, kan ik erbij? Ja, daar kan ik bij. Boom, 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 boom. Zo. En hoppakee. Hoppakee. Oh, dit gaat helemaal fout, joh. Helemaal fout. Zo, ik weet. Oh mijn god, ik heb nog zoveel in mijn inventory. Dat is echt niet normaal. Even kijken. Kaboom. Maar ja, het gaat natuurlijk ook best wel snel op steeds. Zo. Kijk, het glas was makkelijker om te plaatsen, dat wel. Maar kijk, ik wil dus dit hele gedeelte samen met die farm wil ik zo uit gaan bereiden. En daar komt dan het labyrinth op. A.k.a. het doolhof. Want dat is gewoon heel erg vet natuurlijk. Als je gewoon zo'n mega doolhof hebt. En die ga ik natuurlijk helemaal van leaves maken. Want dat is ook wel mooi. Als het elke keer hout is. Gast, ik word helemaal gek dat ik steeds hier bovenop alles plaats. Dat kan ik niet tegen. Hier ook al. Nee, maar in ieder geval, het is wel vet als hier gewoon zo'n heel groot doolhof staan hier. Dat is toch vet joh, als je dat op je eiland hebt. En waar mensen ook gewoon lekker gebruik van komen maken. Zo, nou, eerst stek je zo weer op. En ik plaats weer alles erboven. Nice, gaat lekker. Boom, 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 boom. Pup, 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 pup. Gaat lekker hoor, dit gaat lekker. Speedrunnen builden gewoon. Maar ja, wederom heb ik weer heel veel gemisplaatst. Hup, 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 hup. Oh mijn god, ik word helemaal gek van die server lag. Echt waar. Echt waar, die servers de laatste tijd die zijn zo ontzettend slecht geworden. Het knalt er ook steeds uit. Vooral de aardeserver, precies de server waar ik weer op speel, die knalt er steeds uit. Het voordeel daarvan is dat je wel elke keer een daily key opnieuw kan claimen. Ik heb een keer op één dag 6 daily keys opnieuw geclaimd. Dus dat was wel echt heel grappig. Op één dag, hè? 6 dailies. Nou, dat was natuurlijk geniaal. Gewoon een normale. En toen was de server er nog 5 keer uitgeknald. Dus kon ik nog 5 dailies claimen. Dus in principe zal het nu wel handig zijn. Want dan kan ik morgen ook gewoon een daily key openen. Ja, want morgen, jongens, heb ik dus helaas geen daily key voor jullie. Want vandaag is zondag. Maar op maandag heb ik niks. Want ik neem deze video ook al heel vroeg op.
Voor mij is het nu vrijdag, maar moet je nagaan hoe ver ik al vooruit werk. Dat komt omdat ik dit weekend niet thuis ben. Of nou ja, thuis ben. Ik ben gewoon niet thuis. Zo, nou, dit hebben we gedaan. Ik ga dit buiten de opname soms wel even verder maken. Dat zie ik dan wel. Laten we nu even naar de oude bekende Warp Knol 5 gaan. Zodat we nog eventjes kunnen grinden voor deze skeleton heads. Zo. Kijk, we hebben een speciale actie. Elke speler maakt nu kans op team groen te komen op survival. Ja, ja. Maar ik snap niet waarom ze dat... Dat was namelijk een... grap was dat. Ik ging namelijk naar de Discord server van Harm. Ik klik op die link. En helemaal beneden stond hij met een wapentje. Met 1 april grapje. Maar dan snap ik niet dat ze dat nog steeds daar neerzet eigenlijk. Want het is nu 2 april. En geen 1 april meer. Dus nu mag de grap eigenlijk helemaal weg. Nou, skeletons. Willen jullie niet steeds naar boven gaan? Het zal heel chill zijn. We moeten sowieso nog 3 stacks aan heads hebben. Want ja, dat is gewoon... Hey, er is iemand geteleport naar mijn warp. Ja, maar we moeten sowieso 3 stacks aan heads hebben. Anders gaan wij gewoon niet level up. En dat zou zonde zijn als we niet al hebben opgehaald natuurlijk. Hè. Dus we gaan gewoon lekker grinden zo. En zo is het. Dit is eigenlijk wat ik een beetje offscreen aan doe. Ben. Ik sta gewoon de hele tijd hier. Te niks. Ik druk een paar keer op mijn muisknop. Soms beweeg ik, want anders krijg ik de AFK melding. Dan vul ik mijn inventory eventjes met een heleboel van die spulletjes hier. Laat ik die ook maar even pakken. Zo. En nu kan er geen andere troep meer bij. Ik word er alleen een beetje gek van dat ze nu de hele tijd naar boven teleporteren. Terwijl hier 55 staan en boven staan er misschien 10 of zo. Dus dat is wel vervelend. Dat ze steeds naar boven gaan. Een tijdje was dat weg, maar ja, het is weer weggegaan. Dus ja, helaas. Het is gewoon weer weg. Het is gewoon weer weg. Maar ja, we hebben al bijna een stack. Ik ga dit niet de hele opname lang doen, want ja, dit is niet echt leuk voor jullie. Misschien kunnen we wel wat leaves gaan grinden. Ja, weet je, dat ga ik gewoon lekker doen, want ik heb hier helemaal geen zin in, joh. Hoppakee. De rest gooien wij gewoon lekker over de rand. Is er nog steeds boven? Hoe heet ze? Lidl. Heet hier letterlijk iemand Lidl? Of nee, dat is een warp. / warp. Julian. Nee, ze is er niet meer. Oké, laten we naar beneden gaan. Hoppakee. En dan wil ik even kijken. We hebben namelijk nog een level 30 botteltje. Bolletje. Hoppakee. Dan hadden we die even gewoon niet leveren. Want die kist hier, die raakt wel aardig vol. Moet je kijken. Laat ik ook even alle boos over de rand tegen gooien. Want echt waar. Die troep die je ervan krijgt, dat is zo'n niet chill. Even kijken. Kaboom. En boom, 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 boom. Hoppakee. Zo, dat is weg. Dan gaan wij leaves grinden. Of gewoon leaves verzamelen. Want volgens mij, kijk, we hebben hier een leaf kist. Die moet even helemaal gevuld worden. Dus laten we even ook saplings pakken. En laten we even 4 iron pakken. 1, 2, 3, 4. Boom. En laten we daar even 2 scharen van maken. Laten we ook even wat boommeel pakken. En dan gaan we naar onze bomen grind veld hierachter. Ja, ja, bijna niemand weet dit hoor, jongens. En boom. Zo. Nou, die staat wel een beetje van de rand, zeg maar. Dus dat is niet echt goed. Eentje doen we even weg, zodat we daar de boommeel kunnen doen. En boom, boom. Zo, en dan gaan we deze gewoon helemaal neer grinden. Zo, gelukkig gaat dit lekker snel. Ik heb namelijk efficiency 5 op mijn schaar zitten. Dus dat is wel fijn. Efficiency. Stel dat het kon. Dan ging het zo snel. Even kijken, nou die is helemaal weg. Hoeveel hebben we al? We hebben al bijna een stack, hè. Nou, gaan we dat hout ook even weghalen. Kijk, dat is het chill hier aan. Je verzamelt ook meteen hout. Dus je bent en aan het grinden voor de leaves. En je verzamelt meteen hout. En dat is wel heel chill. Zo. Boom. Ja, gaat goed. Ja, die nog. En die nog. En die nog. En die daarboven voor de satisfyingheid. Hup. Allemaal weer weg. En dan gaan wij weer door. Dit gaat best wel heel erg snel. Hallo. Ja. Ik wou zeggen, waarom groei jij niet? Gozer, waarom groei jij niet, gozer? Waarom groei jij niet, Nai? Ik wil dat jij gaat groeien, ja. Zo, nou, alweer een boompje weg. Dit gaat zo ontzettend snel. We hebben 3 boompjes weggehaald. Moet je kijken hoeveel we hebben. En het hout gaat ook lekker. Het gaat natuurlijk niet heel snel, het hout. Want je bent niet door en door steeds aan het grinden. Zo, even alles weg. Dit is een lage boom, dus dat is ook wel chill. Die kunnen we zo lekker weghakken. Zonder dat we steeds hoeven te springen. Hoppakee, dat was een mooie. In de tussentijd, door een duimpje omhoog natuurlijk. Zou ik waarderen. Zou je even willen abonneren? Zou ik ook waarderen. Eerste schaar is al bijna stuk. Oh, dit is weer zo'n rotboom.
kaken. Hoe we dat gaan oplossen. Dit is echt zo'n hoge, vervelende boom. Ik snap niet dat dit nog in Minecraft zit. En dat het is toegestaan van de wet. Van de wet. Hoe is het toegestaan van de wet? Hé? Hoe is het toegestaan? Het is toch helemaal niet chill, zo'n boom. Laat ik even hierop springen. De beter bij kan. En het is wel chill dat je al die leaves kan weghalen. Want zo zie je wel beter alle boomstammen, zeg maar, zitten. Oh, weer een beetje server lag. Hup, en die nog. En die uiteraard nog. Kijk, nu kan je echt heel goed zien hoe de boom, zeg maar, loopt. Dus dat is wel echt chill. Je hoeft helemaal niet zorgen te maken dat je ongeluk eentje laat hangen, bijvoorbeeld. Dat de leaves niet weggaan. Laten we die ook even weghalen. Hoppakee. Kaboom. En dan gaan we eventjes niet weer een hoge graag. Ja. Kijk, onze schaar is gewoon alweer bijna stuk. We moeten zometeen alweer nieuwe maken. Gelukkig hebben wij genoeg leaves natuurlijk. En de reden dat ik dit doe is natuurlijk voor het labyrinth. Maar ook gewoon, leaves is iets wat wij heel veel gebruiken op ons eiland. Gewoon als decoratie. Dat zie je waarschijnlijk ook wel terug in onze bouwwerken natuurlijk. Moet je naar kijken, dat gebouw. Dat zit helemaal omringeld met gewoon leaves. Dus dat, wij vinden dat gewoon heel erg mooi. Als alles met leaves is, zeg maar. Dus ja, het is gewoon chill. Het is gewoon chill. Ik ga het wel even laten zien voor de mensen die het weten. Voor de mensen die nieuw zijn. Zo, volgens mij hebben we niks laten liggen. Nee. Laten we even snel teruggaan, want ik word gek dat ik hier niet snel kan lopen. Zeg maar, met die beacon effect, die is daar achter niet helemaal. Maar kijk, onze gebouwen zijn allemaal met leaves. Dus ja, daar ook al. En daar zie je ook al in de bomen wat zitten. Dus ja, dat vinden wij gewoon heel erg mooi. En kijk eens hoeveel ik al heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stacks. Lekker hoor, voor eventjes grinden gewoon. Laten we nog even twee scharen maken. 1, 2, 3, 4. Boom. En dan maken we even twee scharen, ja. Boom, hoppakee. En dan gaan we weer terug. Misschien moet ik nog wat extra boomwiel meenemen, maar hoeft niet per se. Er hangen ook nog wat boompjes. Ja, chill. Toch weer 3 erbij, hè. Toch weer gratis 3 erbij. Kijk, dat is chill. Zo. Boom. Dit gaat zo snel. Dit gaat zo snel. Dat is wel echt chill, dat het zo snel gaat. Het is gewoon een instant hack, zeg maar. Zo. Hup, hup. Oh, nu krijg ik pas het bomen erbij. Die heb ik nog gewoon net de hele tijd niet gekregen, hè. Dat, zeg maar, dat bomen... Dat je omhoog gaat als je iets hakt. Ik ben opgelicht. Ik ben opgelicht, jongens. Ik ben opgelicht. Maar ja, ergens in de volgende aflevering gaan jullie dus zien... Waarschijnlijk niet morgen, maar... Gaan jullie dus zien hoe ik het heb gebouwd. En dan kan ik ook misschien wat kijkers naar mijn eiland laten komen. Dat ze gewoon het, dat ze hem gewoon kunnen aantesten. Dus dat lijkt me wel leuk. Hoppakee. De bomen gaan ontzettend slom doorheen. We hebben er nu 10 gehakt, hè. 10 bomen hebben we helemaal leeg gehakt. Want ik had een stack meegenomen. En ik heb er nu nog 55. Dus nog 1 boompje en dan hebben we er precies 10 gehakt. Zo, nu. Als we deze hebben gehakt, hebben we precies 10 gehakt. Dan moet je kijken wat onze buit al is. Voor eventjes gewoon een paar keer dit doen. Er zitten natuurlijk ook best wel veel leaves aan zo'n boom. Dus ja, je maakt er best wel veel gewoon goede winst aan. Zo, en die ook nog. Ja. Want leaves, ja, dat hebben wij gewoon altijd nodig. Ik moet wel even goed uitkijken dat ik niks op de grond laat liggen. Want dat zal zonde zijn. Zo, die gaat zo meteen breken. Dat was hem al. Gelukkig hebben we nog een schaar. Boom. En ja, over 60 seconden wordt er dus clear lake gedaan. Dan moet ik even goed uitkijken dat niet alles despawnt. Dat zal zonde zijn. Ja, dat zal zonde zijn. Zo, gaan we weer even verder hakken. Hoppakee. En dan plaatsen we nog een boompie. Boom. En dan gaan we... Oh, deze is lekker, deze boom. Deze bomen zijn zeg maar heel laag. Dus dat maakt het gewoon veel, veel chiller. Dat gaat ook veel, veel sneller. Moet je kijken, het is nu al helemaal weg. Zo. Laten we dit even allemaal weghakken. Boom. En dan doen we nog even één boompie. En dat vind ik het mooi. Of laten we gewoon doorgaan tot ons schaarstuk is. Ik denk dat dat wel een goede is. Zo. Hup, hup. En die ook nog even. Ja, daar is die hoor. Zo. Boom, 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 boom. Hoppakee. En dan nog 2 bomen kunnen we denk ik doen met, oh. God damn it. Dit is weer zo'n hoge boom hoor. Echt waar, daar heb je toch helemaal niks aan. Echt waar. Waarom heeft Minecraft dit ooit ingedaan? Het is gewoon vervelend. Ja, je krijgt er wel veel liefs van, maar ja. Als je hem gewoon wil omhakken voor het hout, dan is hij zo irritant. Oh. Oh, en nu breekt ook nog net eens mijn schaar. Nou moet ik alles weg gaan halen. Ah, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Hak, 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 hak. Ja, lekker.
Zo, die nog even helemaal neerhalen. Ja, kom op. Spring, spring, spring. En die ook even spring, spring, spring. Oh, nou, er zit nog één boom boven. Zo, zo, zo. Ik moet gewoon even omhoog bouwen, want ik word hier geknold, knettergek van. Zo, dat ik hem niet goed raken. Zo, oh kijk, dit is wel chill, kijk. Alles gaat gewoon in één keer weg, kijk. Als ik één keer aanraking heb met dit, let op hè. Poep. Dat is zo chill aan mijn bel. Dat is zeg maar een durability die je kan krijgen voor je bel. En die heb ik. Dat is veel chiller, joh. Dus zo is het nog niet echt een probleem om alles weg te halen. Kijk, je kan gewoon zo de hele tijd tikken. Je krijgt er alleen niks voor terug. Dus je krijgt geen liefde voor terug. Dat is wel jammer. Ja, dan moet je denk ik Silk Touch op je bel hebben. En dan krijg je ze wel terug. Laten we hier sowieso eventjes twee bomen laten groeien. Drie of vier, boeien. Boeien, we zitten gewoon dit hele landje vol, joh. Oké. Zo, lekker wat hout. Hier nog eentje. Zo, nou, mooi. Al even teruggaan, laten we kijken wat de buitens van dit eventjes werken. Eventjes werken. En dan gaan we gewoon even kijken. Zo, wat is de buit? Bijna. Even kijken. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stacks. Lekker hoor. En die ga ik dus goed kunnen gebruiken voor mijn projectje daar. Laat ik die ook even allemaal recht maken. Zo. Laat ik die allemaal even hierin droppen. Nee, dan doe ik het zelf ook fout. Die en die. Die moeten wel even hieronder natuurlijk. Volgens mij had ik hier ook zo'n balkje gemaakt, maar die is weg ofzo. Zo, mooi. Volgens mij. Ja, die moesten wel hierin. Laat ik die even hierin doen dan. Zo, helemaal mooi. En ja, dan denk ik dat het gewoon klaar is voor deze video. We hebben lekker gegrind. En hier gaat dus iets nieuws komen. Dus ja, dat gaat wel heel vet worden. Ik ga hem nog even helemaal uitbreiden offscreen. Dus dat is wel heel erg vet. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Zo ja, kan je dat laten weten met een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren hieronder op dit kanaal. Zou ik super erg waarderen. Volg me ook zeker even op Instagram. Link zal in de beschrijving staan. Je kan me ook even... je kan ook de Discord joinen. Gewoon de Game Brothers heet het. Net zoals mijn YouTube kanaal naam. Dus je kan dat gewoon even joinen. En dan hoop ik jullie graag morgen terug te zien. Bij een nieuwe Minecraft video. Als die er is. Ik denk het wel. Dus dan zie ik jullie graag morgen terug bij een nieuwe video. Ciao!